Hi, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En Q-Time kan je op zoveel verschillende manieren doen. En vandaag zitten we met de enige echte, bezige bij, altijd op met ideeën en stuff to do, meneer Bezig himself, Jethro Weerd. Hi Jethro. Ja, Jelena, hoe gaat het? Goed met jou? Prima hoor. Moet ik Jethro zeggen of moeten we, gaan we het houden op Cheftro vandaag? Cheftro vandaag. Oké, okay. Hi Cheftro. Gewoon Tro. Tro? Oké, okay, wacht even. We zijn met Tro. Ja? Cheftro hoor, we gaan Cheftro zeggen. How are you doing? Great. Mag niet klagen. Relax, rustig. Ja, gezond hè wel. Hey, dat is the movement and the motion. Ja toch, dat is het. Maar ben je nog bezig? Zolang mijn hart slaat, zolang mijn hoofd blijft werken. Zijn we altijd bezig. Oké, okay, we blijven bezig. Want dit is de movement die je hebt gestart. Gewoon even om snel terug te gaan. We hadden COVID en everything. En deze man, met alles wat er gebeurde, hij was gewoon bezig. He inspired me en waarschijnlijk heel veel anderen om gewoon bezig te zijn. No matter how you want to. Gewoon altijd blijven doorgaan. Bezig blijven. En vandaag ben je bij ons, want je bent bezig. En je gaat nog altijd bezig zijn. Ja, man. En ik wil er alles over weten. Klopt, we zijn hier gekomen met de Cheftro Marinade. Dat is een nieuwe uitdaging. Nou, niet nieuw. Mm-hmm. Dit ding is al sedert ik kon heugen dat ik in Barbados was ik geïnspireerd geraakt door dit. En dat is al bij 10 jaar geleden. 10 jaar geleden. Ja, Barbados was 2008. Is een tijdje. Het is een tijdje geleden. Als ik nu erover nadenk, het is bijna 15 jaar geleden. Dus Span, ga weer voor je gaan, ga ik je zeggen hoe het was. Tof. Nee, daar is het begonnen. Ik heb gezegd van, ik wil met iets komen dat een beetje anders is. Dat is ook de manier van hoe ik kook, hoe ik denk. Een beetje uniek zijn, creatiever zijn. Maar door de jaren heen, ik probeerde dit gewoon een keertje. En laat maar zeggen, het is aangeslagen gewoon op basis van gemakzuchtigheid. Weet je, dat is een marinade die alvast geen ketchup is, snap je? Je ziet het ook aan. Dat zijn we gewend, hè? Ja, die hebben 3 verschillende. Ja. Tell me about the marinade. Zo, de marinade zijn oliebasis. Dus helemaal geen suiker ook toegevoegd. Dus helemaal gezond om het zo uit te drukken. Wat voor zout? Zeezout? Gewoon keukenzout, maar minimaal. Heel minimaal, omdat zout is als conserveermiddel erin, of een conserveerfactor erin. Maar het gaat meer om de gemakzuchtigheid die ik mensen wil geven, dat ze met al die lekkere smaken die ik heb gekookt ooit, weet je het, bij Rutu, Tori, Osso, cateringen, waren dit altijd mijn basis. Ja, dit zijn de basis aan mijn smaken geweest. Dus je geeft eigenlijk de gemeenschap iets van jezelf gewoon om altijd thuis te hebben? Juist. Juist, de grootste vraag dat ik ooit had gehoord van Jethro, kan je tijdens COVID toch? Je bent gesloten, noem maar op, hoe kunnen we je eten weer proeven? Cateringen konden niet, samenscholingen toch? En zo. Dat is een heel ding. Hoe kunnen we nog steeds dat ervaren en tegelijkertijd niet duur? Want alles ging omhoog toch, snap je? En toen keek ik een dagje naar een idee van me ooit. Van Trouw, iedereen vindt je eten lekker of gras, weet je, iedereen is relatief. Over smaak van niet te twisten. Maar I like it, ik wel. thank you. En ik heb gezegd van, weet je, Suriname moet anders gaan eten. Ik begon te ballen van ons eetpatroon met marinades. Als je naar marinade gaat in Suriname, wat is je? Ketchup. Oké. Okay. Ik wil niemand. Nee, dat zou ik namen noemen. You got me right there. Ik ga gewoon zeggen ketchup. Omdat, weet je, het is een cultuur aspect dat we als Surinamers een... Nee, we houden van... We houden van overnemen zonder dat we verder nadenken. Om het zo uit te denken. Want je marineert iets. Mm-hmm. Maakt niet uit wat je doet. Marineren is een werkwoord. We maken van iets, daar wil je iets marineren, een zelfstandig naamwoord. Mm-hmm. Omdat ketchup is werkelijk een saus. Maar omdat we ermee marineren... Wat het dan? Marinade. Maar het is een saus. Als chefkennis, toch? Als chefkenner of kunde, keukenkunde. Om het zo te zeggen. En toen heb ik gezegd van, we moeten... We moeten anders doen. Nee, we moeten zeggen wat de waarheid is.
En ik heb het gewoon gezegd, niet op mensen te boycotten, niet gewoon dingen. Het is gewoon van, als het eenmaal een marinade is, gaan we altijd daarmee blijven doorkoken. En als je dan het onderzoek had gedaan in 2019, is Suriname nu heel erg ongezond. 58% is overwicht, 13% is diabetes van het hele land. En dat was in 2019 voor COVID. En tijdens COVID weten we allemaal wat is gebeurd. Hoe is het dan? Hoe kon ik kiezen? We hebben 10 kilo's erbij. Iedereen is gaan lekker bekken thuis binnen. En ik was er weer ervan dat we later wel een gezondheidscrisis gaan hebben met ons land. Maar daar, om dat te voorkomen of een beetje bij te dragen om dat te verminderen, heb ik dan ben je bezig geweest. Ja, maar meer voor fun hoor. Laat me gewoon zeggen, het klinkt zo dingetje, dramatisch. Ja, we zijn ongezond. Nee, ik heb ook nog steeds fun in mijn keuken en in het zijn van wat ik doe. Weet je, en ik probeer juist mensen te wijzen met een alternatief. En ook quick, weet je, alles is bijna erin. Je hoeft alleen maar zout aan toe te voegen. Toch of nog wat extra. Is relatief toch. Wat zout, je weet je, Maggi Block, zout, fiching, weet je, wat mensen allemaal gebruiken. En dan ook nog, peper is ook relatief. Weet je, ik heb wel geen zwarte peper erin. En dat is ook voor mensen met nierziektes en zo. Dus ik heb ook een gezondheidsaspect meegenomen. En het is vegan. En het is vegan. Oké, dus je hebt er alles gedacht. Price, check. Een andere keus behalve de ketchup die we gewend zijn, want er zijn drie smaken. Je gaat me straks nog snel even vertellen over die drie smaken. Health base heb je meegenomen. Als je vegan bent, kan je deze ook gebruiken. Dus eigenlijk is het nu halen maar ook gewoon om de keuze te geven dat er meer dan wat we kennen is. Precies. Kijk, je ketchup is ketchup. Maar we gaan niet meer over ketchup praten. We gaan praten over chef Roos marinade. Sorry. Zoals je me zou willen vertellen over de drie smaken, want we hebben drie smaken hier vandaag. Wat is het verschil tussen deze drie smaken? Oké, de naturel. Laat me gewoon een beetje teruggaan. Ik ben gaan studeren op Barbados. Dus ik heb meer een Caribbean feel ook meegenomen. De naturel is als mijn allereerste marinade. En dat is geïnspireerd door die green seasoning van, Bajan seasoning van Barbados. Ik vond het toen heel smerig. Want het is zuurig, toch zoiets in mijn mond. Ik dacht van, matro, hoe kan je dit anders maken? Want dat is nog ook niet van naam. Dat de Surinaamse twist ook gegeven. En toen heb ik gewoon gezegd, gebruik onze verse kruiden. Gebruik gewoon wat we kennen in de keuken, prei, soepgroenten, noem maar op, peper. En breng het tot bij elkaar. Natuurlijk is er een bepaalde samenstelling en verhouding. Want anders ga je een heel andere kleur krijgen. Geloof me als je alles weet. Ik wil het niet weten. Dit is het. En dan hebben we dan de jerk. Waarom? Dus van Barbados naar Jamaica? Ja, waarom jerk? Kijk, jerk vind ik nog een underrated grilled. Laten we zeggen, flavor in Suriname, maar ook nog wereld. Nu pas begint het. Oh my god, jerk chicken is delicious. Grilled, stewed, jerk chicken. Het maakt niet uit. Precies. En natuurlijk, onze jerk, mijn jerk verschilt met die van die Jamaican, omdat onze grondstoffen weer anders zijn. Maar ik probeer het ook nog milder te houden, kindvriendelijk dan. En oudvriendelijk, want moutjes kunnen echt met pittigheid, te zuur en noem maar op. Dus ook daaraan over nagedacht. En dan last but not least hebben we de kokos masala. Die is met kokosoliesbasis. Zoals ik zeg maar krap wil maken, dan gooi ik deze gewoon erover. Ik zou met krap omdat krap heeft een diepte van masala, dat je zou wat extra masala moeten zetten. Je kan hetzelfde gebruiken, maar je zou wat extra masala moeten zetten. En wat kokosmelk erbij, toch? Want je moet curry krab. Maar je kan alles met curry maken. Je kan garnalen, je beef. Gisteren hadden we nog beef gemaakt, toch? Ik weet het niet, ik was er niet. Je zegt maar wat. We hebben dat gedaan. Garnalen ook gegrild. Kip, wings kan je lekker mee grillen. Apart, hè? Kokos masala wings gegrild. Proberen. Is een chef trouw, denk ik. Doe het. Alright, drie mooie smaken van een Surinaamse chef die bezig is geweest en zegt, ik geef jullie een deel van mij terug om gewoon anytime in je keuken te hebben. 100.000. Waar kunnen we je vinden? Hoe kunnen we deze producten krijgen? Is het in de winkel? Zo, we zijn nog op de beginfase. En ze zijn we al een paar jaar mee bezig. Vorig jaar zelf waren we internationaal gegaan, helemaal in Trinidad. Wow. Tijdens de exhibition hebben we dan dit geïntroduceerd om te kijken als ook daar zo een product gaande is, meer om te oriënteren.
Dus er zijn nog heel veel mogelijkheden waar we bezig zijn nu, achter de schermen. Achter de schermen. Maar nu kijkt iemand thuis en zegt, oh my god, ik wil die curry masala voor mijn garnalen en die wings. Kom gewoon bij Chef Tro NV aan de Verlengde Gemeenlandsweg. 1, 2, 3. 2, 3. En vanaf 8 uur tot en met 5 uur zijn we daar. Je kan ook een pre-order plaatsen. Dat is gewoon op ons nummer bellen. Dat kan je ook dadelijk krijgen. En nou, zeggen, er zijn nog 3 andere smaken die ook weer komen. Dat is ook een verrassing. Oh, dus die zijn nog niet. Dat is oké. Nee. Ik zal direct vragen wat die zijn. Maar oké, okay, I'll keep it to myself. Nee, mag ik. We mogen ook horen. Okay, maar, zeg ons even snel. Pepperpot. Dat is de Pepperpot model. Indo-Jawa. Dat is de Indonesische kant van onze broeders en zussen, maar die heeft een beetje citroen, gracila, os, kokos, olie ook. En dan hebben we die Chinese roasting. Die is een beetje, die is rood, omdat, weet je, Chinese kip, geroosterde kip, varken, mager. Kan je allemaal ermee doen, maar een beetje gezonder. Oeh, I'm getting so excited to eat the food. Ja, er komen ook nog, we zijn ook bezig met kookprogramma's. Zodat kleine tutorials om mensen te laten hoe weten. Hoe ze het kunnen gebruiken. Ja, toch, want het is best wel een nieuw item. Weet je, men weet hoe we bami en nasi moeten maken. Maar dit is niet voor bami en nasi. Nee, dit is voor andere dingen. En ja, dat is het zo een beetje. I love that. I love dat je echt bezig bent. En niet gewoon zegt dat je bezig bent, maar ook legit bezig bent. Je moet niet praten. Toch? We hebben al gezien hoe het gaat. Je hier te veel praten. We gaan het daar niet over hebben. Nee, we gaan het niet daarover hebben. Zo. So, je product is er, je adres is Gemeenlandsweg 123 van 8 tot 5 in de middag. Is er een Facebookpagina, is er een nummer waarop ze kunnen bellen, mogen ze berichten sturen? Zijn er nog meer kanalen waar ze terugstromen naar jou toe? We willen alles weten. Oké. Facebookpage zeker, Chef Tro NV. We maken het leven lekker, dat is onze slogan. Hij heeft het gezegd hoor. 2 is, je kan ons gewoon contacten op 748-3957, dat is mijn businessnummer, dus je kan me gewoon contacten. Dat is van gewoon sausen, wat we doen, dat is als marinades, sorry. Ook cateringen, feesten, live cooking doen we graag voor je, events en zo. Dat is meer mijn specialiteit. En de andere ding is voor een andere dag. Wel. Ik wil je bedanken voor het komen en ik vond het heel fijn dat je me verteld hebt over waarmee je bezig bent geweest en how you brought it to life. En hoe je het wilt delen met de rest van ons hier. Dank je, ja man. En ja man. Alle aspecten die je daarbij hebt meegenomen. Er is nog wat. Er kan geen chef komen in een studio zonder een gerecht, toch? Los van. Het kan. Maar jij niet! Hey, het kan. Nee, met Chef Tro gaat het altijd anders. Hier heb ik een op mijn manier. Want iedereen doet zijn. Wat is het woord dat je hebt gezegd? Gechef-troficeerd. Gechef-troficeerd. Hier heb ik een shrimp taco gemaakt. Want ergens had ik al een gevoel dat je van jerk hield. Dus ik heb met die jerk gemaakt met shrimp. En dit is een shrimp taco gemaakt van. Zowel die maturel heb ik, die mijn tomaat en zo gebruikt. Alsjeblieft. En ik maak open, of ik weet niet, als je wil happen voor de camera. Ik ga happen voor de camera, maar ik ga eerst afsluiten. En make you time starten met de shrimp jerk tacos van Chef Tro. Met Chef Tro marinade. Made in Suriname, gewoon door een Surinamer. En het wordt gegeten door een Surinamer. I don't know, this is perfect. Perfect way to have cue time. Bijvoorbeeld. Het liefst bijvoorbeeld, dit is het. Dit is het. Dit is het. Gechef-troficeerd. Gechef-troficeerd tijdens cue time. I love it. Chef Tro, thank you for coming. Thank you very much, Elena. En jullie voor het kijken. Chef Tro heeft nieuwe marinades die vegan zijn. Op de gezondheid letten. Andere smaken, zoals je iets creatiever of meer cue time in de keuken wil hebben, try deze marinades. Hij heeft een Facebookpagina, het nummer komt in beeld. Hij is er van 8 tot 5 aan de Gemeenlandsweg 123. Ga jouw marinades halen en have your cue time. And remember, your time plus my time is cue time. En nu is het shrimp taco time. Ik ga hem direct proeven. And the last thing you'll see is me enjoying. Moet ik het openmaken? Moet ik het voor je openmaken? Oké, wacht even. I got this. De heren kunnen ook de dames assisteren. Dus. Oké, waar moet ik beginnen? Waar moet je beginnen? Met die shrimp. Ga ik beginnen, oké. Cue time.
I love it. Dit is kokos. Dat is zo'n ding van onze Javaanse broeders. Dus daarom zeg ik, ik probeer een heel cultuur van ons en alles een beetje bij elkaar te brengen. I love it. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.